Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Welkom bij Booming Brabant over het nieuwe ondernemen in Brabant. Vandaag hebben we het over bio-based economy. Het klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk niets anders dan voor energie en materialen groene grondstoffen gebruiken in plaats van fossiele, zoals bijvoorbeeld olie. We lopen ermee voorop in Brabant. Leon Joren van Mill Vision is een echte innovator en vertelt ons zometeen meer. Van harte welkom, Leon. Aan tafel hebben we vandaag ook Hans Driessen van Philips. Ze richten zich volledig op de gezondheidstechnologie, zowel voor thuis als in de ziekenhuizen. Straks innovatie waar Philips mee voorop loopt. Ook van harte welkom, Hans. En ik heb een fantastische kampioen vandaag. Piers Winkels, directeur van Bavaria. Van harte welkom. Ja. We gaan zo praten. Eerst even een introductie van jou. Bierbrouwer Bavaria is al eeuwenlang het bedrijf van de familie Swinkels en verkoopt in 120 landen bier. Beer is van de zevende generatie en sinds 2004 lid van de directie. Hij stofte het merk Bavaria af en viel vooral op met zijn brutale marketingaanpak. Hij strikte wereldsterren als playboybaas Hugh Hefner en acteur Mickey Rourke voor commercials. Zijn grootste stunt was in 2010 op het WK voetbal in Zuid-Afrika met de oranje jurkjes van Bavaria. De hele wereld had het over het Brabantse biermerk. De FIFA was er niet blij mee, maar als niet-sponsor van het toernooi pakte Bavaria zo'n 25 miljoen euro aan PR-waarde. Ja, Peer, het is geen WK voetbal dit jaar. Heb je nog wel brutale acties in je hoofd? Altijd, hè. Ja? Wat zit eraan te komen? Maar dat ga ik nooit verklappen natuurlijk, hè. Want anders is het niet meer verrassend genoeg. Ja. Ja. Oké, maar jullie zijn wel hard mee bezig om weer nieuwe dingen te bedenken. Ja, maar altijd. Bij ons is constante creatieve machine aan het denken. Innovatie staat bij jullie ook heel hoog in het vaandel, hè? Ja, heel belangrijk in onze industrie ook. Als je ziet, de bierindustrie bijvoorbeeld in Nederland is het afgelopen jaar voor het eerst in 15 jaar weer gegroeid. Dus we drinken weer wat meer bier met elkaar. En dat heeft alles met nieuwe producten te maken. Je hebt vandaag ook nieuws voor ons meegenomen. Ja, klopt. Wat heb je uitgezocht? Nou, ik heb de voorpagina van het Financieel Dagblad eens meegenomen. Want vandaag is toch wel een heel belangrijke dag voor Europa. De ECB, de Europese Centrale Bank, die gaat vandaag een hele belangrijke beslissing nemen. En dat gaat over het opkopen van de staatsobligaties in heel veel landen. Daarmee gaan we heel veel geld in de economie pompen. Er zijn heel veel voor- en tegenstanders van deze beslissing. De voorstanders die zeggen van het is goed om de deflatie te bestrijden in Europa. De tegenstanders waarschuwen voor de risico's die eraan vastzitten. Mm-hmm. Dus dat het geld uiteindelijk niet verdwijnt in de echte economie, maar in de financiële markt. Heeft dit nou nog consequenties voor Brabant? Nou, het heeft consequenties voor ons allemaal. Hiermee zal in ieder geval de rente nog een hele tijd laag blijven. Dus het heeft zeker ook consequenties voor het Brabantse bedrijfsleven. Maar veel belangrijker is van ja, is dit nou goed of niet goed? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het vandaag laat zien en de komende tijd met deze beslissing laat zien of het Europese systeem, het monetaire systeem, wel zo goed is. Okay. En dat gaat het ons vooral leren. We zullen het afwachten. Dankjewel. We hebben nog ander nieuws. Zou je bereid zijn om 6% in te leveren? Net als bij de V&D. 10% van de banen wordt daar geschrapt. 5,8% moeten ze afgeven. Zou zoiets denkbaar zijn bij Philips? Ik denk dat er altijd heel goed over nagedacht moet worden. Wat helpt? En helpt het echt? Maar ik denk dat het... Philips is altijd in overleg met de sociale partners juist daarover. Om te kijken wat zo goed is voor de onderneming, als wel voor... Maar dit is wel een significante stap. Flink, hè? Peer, jij bent directeur. Ja. Zou jij dit doen bij je personeel? Ja, dat is wel het laatste redmiddel, hè? Dit soort dingen. En dat betekent dus dat bij V&D kennelijk nodig is om dit te gaan doen. Ik kan me wel voorstellen dat als mensen kunnen kiezen tussen werkgelegenheid of salaris inleveren, dat die keuze staat eigenlijk voor. Dat er vanuit V&D wordt gekeken of er mogelijkheid is om het concept wat ze verkopen nog succesvol in de markt te kunnen houden, maar dan met de kostenbasis die daarbij hoort. Ja. Maar het is wel het laatste redmiddel. Inderdaad, oké. Okay. Woensdag werd bekendgemaakt welk product de belangrijkste uitvinding is van 100 jaar Philips Research. Wat is de
belangrijkste uitvinding volgens het publiek, maar ook de researchers, want ze waren unaniem, van de afgelopen 100 jaar van Philips. Het lijkt de Oscar uit. Ja, hè, maar ze voelt het ook wel een beetje, hoor. De winnaar is de CD. Ja, Hans, het was zowel de researcherskeuze als de publiekskeuze. Is het een terechte winnaar, de CD? Ik denk dat het een hele mooie uitvinding is geweest die Philips echt absoluut op de kaart heeft gezet wereldwijd. Wel, hè? Het laat zien dat Philips de kracht heeft om een industriestandaard gewoon wereldwijd neer te zetten. En ik denk dat iedereen daar trots over kan zijn. En zeker hier in Brabant. Meer hedendaagse innovatie van Philips, die bespreken we zo met jou. We gaan eerst door met Leon. Want in 90% van alle spullen die we gebruiken zit olie. Maar daar komt verandering in. Er zijn steeds meer biobased producten. En daarbij wordt olie vervangen door plantaardige materialen. Vandaag is in Oost-Brabant de samenwerking tussen verschillende biobased partners gelanceerd. Leon Joren, het klinkt eigenlijk veel moeilijker dan het is. Je hebt twee prachtige voorbeelden uitgenomen. Laten we deze er eens bij pakken. Wat zien we hier? Nou, hier zien we eigenlijk een biobased product. In dit geval een plantenpotje. Maar dit keer niet van een gewoon plastic, gewoon kunststof, zoals we die kennen, zoals we dat ook thuis gebruiken. Maar eentje die 100% biobased is. Er zit een biopolymeer in, zeg maar een biokunststof, versterkt met vezeltjes, misschien zelfs uit je tuin, gras of allerlei dingen wat gewoon in onze regio groeit. En dan maak je een potje van en op het eind van de rit kan de hovenier of jezelf met de plant, met pot en al, in de grond zetten. Het lost op, het geeft wat extra voeding aan die plant. En dan heb je dus een heel mooi voorbeeld waar je gebruik maakt van de sterkte van een biobased materiaal. Mm-hmm. En waar we op termijn ook echt de concurrentie aan kunnen gaan met de meer kunststofpotjes. Hier is er nog één, graspapier. Ja, graspapier en graskarton. Eigenlijk ook weer gras groeit overal in heel de wereld. Hier kunnen we door dit papier te maken, of karton, en producten vervolgens ervan te maken. Krijgen we een hogere biogehalte. Juist. En kunnen we ook zeggen dat we grondstoffen uit onze eigen regio gebruiken. Ja. Die nu zomaar afgemaaid worden, zeg maar. En dan, maar nu kunnen we er echt producten van maken. Maar kijk, het grootste voordeel, of in ieder geval wat ik in ieder geval als eerste als grootste voordeel zie, is dat we een stuk minder olie straks nodig hebben. Dat maakt ons een stuk onafhankelijker. Ja. Wat zijn andere grote voordelen? Nou ja, die olie, dat is inderdaad één. Maar ander betekent ook dat je een aantal van die grondstoffen die we nu importeren. Mm-hmm. En of dat nou hout is voor papier. Of dat dat kunststofpelletjes zijn uit Amerika of van andere plaatsen. Meer en meer kunnen we dat gewoon hier gaan maken. En dat is denk ik ook een belangrijke basis onder de biobased economie. Om meer local for local te gaan doen. En daarmee bezuinigen we ook heel veel transport uit. Waar moeten we aan denken? Welke reststromen of afvalproducten kunnen straks verwerkt worden tot iets nieuws? In de kern kunnen we met heel veel biogebaseerde resten. Mm-hmm. Zoals? Noem eens voorbeelden. Nou, dat kan bermgras zijn. Ja. Dat kan natuurgras zijn, die we bijvoorbeeld maaien in natuurgebieden. Voor verhoging van biodiversiteit. Maar dat kan ook tomatenstengels, die één keer per jaar, of paprikastengels. Die kun je uit de kas halen, dat wordt ook gedaan. Nou, normaal kunnen we daar eigenlijk niks mee, anders dan wat composteren. Maar daar zitten fantastische vezels in, want die stengels die zijn heel erg lang. En die vezeltjes die zijn net zo goed als die van hout. En die gaan we nu meer en meer gebruiken voor dit soort producten. Doen jullie bij Bavaria al iets biobased? Absoluut. Wij vangen bijvoorbeeld het gas, dus water wordt schoongemaakt bij ons in een speciale centrale waar dat gebeurt. Mm-hmm. En het water wat schoongemaakt wordt, daar komen gassen vrij. Die gassen vangen we op en die worden weer als elektriciteit ingezet in de productie. Dat is een vorm daarvan. Wat ik me wel afvraag, en dat ik als vraag aan jou, is, ik kijk naar restproducten, dan snap ik het. Hè? Dan is dat een heel mooie aanvulling om nieuwe producten te creëren. Maar bij biobased praat je ook over het gebruiken van bijvoorbeeld gewoon graan en dat soort producten. Dan ben ik natuurlijk een bierbrouwer. En ik vraag me eigenlijk een beetje af, gaat het wel het probleem uiteindelijk oplossen? Hè? Fossiele brandstoffen raken op. Maar uiteindelijk is ook het graan wat we verbouwen en alle andere gewassen die we verbouwen, is ook eindig. He, dus je kunt niet die producten allemaal gaan gebruiken om weer andere producten van te maken. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het punt is, het is een beetje een barbapapa principe. Wat je hier weghaalt of gebruikt, dat kom je ergens anders tekort. En daar moeten we mee leren dealen, zeg maar, in dat nieuwe evenwicht waar we in de biobased economie naartoe gaan. We zullen daar een transitie in moeten gaan. Nu is het zo, voor biobased, en dat moet even heel duidelijk denk ik ook gesteld worden,
gaan wij juist uit in de kern nog niet van het graan, maar van de resten, dus het stro. Ja. En die gaan we gebruiken voor dit soort zaken. En die, ja, daar kun je nu relatief weinig mee doen, zeg maar. En dan zul je zien, toch zeker met de know-how die we ook in Nederland hebben, want we halen veel opbrengsten per hectare, dat je daar een heel eind mee kunt komen. We gaan kijken naar een voorbeeld, want we gaan kijken bij Oerlemans Plastic. Het is een bedrijf dat kunststofflexibele verpakkingen en folies maakt van plantaardige materialen. Nou, dit is nog eens een mooi product van wat je biobased kunt noemen. Biobased product en biodegradable. De folie wordt gebruikt op het land om de aardbeien te telen. Na de teelt kan het dus omgeploegd worden, het gat in de grond en de natuur gaat ze werk doen door het te laten afbreken. Er is steeds meer belangstelling voor biobased. We kunnen nu biobased afbreekbaar maken, we kunnen biobased niet afbreekbaar maken. Die keuze hebben we nu tegenwoordig. We kunnen dus die functionaliteit inzetten. Een mooi voorbeeld wat laatst is genoteerd bij ons in de winkelketen Coop in Zweden. Die heeft zijn hele range omgezet naar biobased om de groente en fruit te verpakken. Wat bij hen ecologisch is, is dan ook ecologisch verantwoord in de verpakking. Als we een biobased product maken op basis van zetmeel, en dat is dat er minder zuurstof doorheen gaat. Als je dus minder zuurstof hebt, heb je minder ademen. En waardoor het product langer vers blijft. Een andere toepassing voor een biobased afbreekbaar product is bijvoorbeeld een draagtas die we maken. Op dit moment is het nog steeds in de innovatiefase, dus het is nog in de groeifase. We zitten nu nog niet op onze productie van nog niet 1% van onze productie is biobased. Ja, en dat moet groeien. En dat gaat groeien. Waarom is nou juist West-Brabant hier zo goed in? We zijn heel sterk in de agrokant. Dat is echt West-Brabant en Zeeland, in het achterland zeg maar. De chemie is sterk, dus dat is ook een plek waar je agro meets chemie krijgt. Binnen twee wereldhavens van Amsterdam of Rotterdam en Antwerpen. Dus ook daar heb je een stukje logistiek. We hebben veel groen, veel know-how en veel ervaring en kennis aan de chemische kant. Ja. En op dat grensvlak, daar gaat die biobased economie die gaat daar zich ontwikkelen. Ja. Het gaat ver, hè? We zijn al een heel eind. Je hebt een stukje berm meegenomen. Laten we even zien. Ja, ja. Ik heb een vast geworden berm meegenomen. Ja. Dit was voor een jaar geleden, denk ik, niet denkbaar. Waarbij we nu bermgras, niet meer zomaar maaien en weg ermee, maar dit oogsten we, dit gaan we nu oogsten en verwerken we in ons biopolymeer tot balken en palen zoals je hier kunt zien. Ja. En we zijn nu samen ook met Rijkswaterstaat bezig om een biobased geleiderrail, zo heet het officieel, een vangrail te maken. En ja, je kunt je voorstellen dat dit materiaalplatform. Het is ook heel dik, hè? Het is heel dik. En het gaat de concurrentie aan met hardhout. Kijk hier. En wel combinatie, hè? Ja. Fantastisch. Ja. Ja. Worden we hier rijk van uiteindelijk? Ik hoop zelf van wel. Ja, persoonlijk wel. maar belangrijker is dat we met dit soort voorbeelden laten zien dat we er toch zeker op termijn, als we het ook even gunnen, veel meer mee kunnen dan nu. De bakjes en de potjes en de zakjes en de bakjes, juist. Weet je? We gaan straks naar biobased kratjes bier en strijkijzers van Philips. Heel graag, heel graag. Dankjewel. Zometeen in Booming Brabant. Iedereen wil langer en gezonder leven. Dr. Philips speelt innovatief in op die wens. Maar hoe, dat zie je zo. Jezelf presenteren op internet. Het is voor ieder bedrijf van levensbelang. Maar hoe pak je dat aan zonder dat je daarvoor hulp moet inroepen? Het Bredase bedrijf Clipster bedacht een app waarmee bedrijven op YouTube eenvoudig een eigen pagina met video kunnen aanmaken. En zelfs Google is er enthousiast over. Clipster is een software die wij ontwikkeld hebben waarmee bedrijven, met name de grotere organisaties, grotere merken, de mogelijkheid hebben om hun YouTube-kanaal te transformeren naar een volwaardig merkkanaal. Middels een drag-and-drop functionaliteit kun je daar componenten op slepen en op die manier, op een hele simpele manier, die pagina opbouwen. Om uiteindelijk elke pagina weer uniek te maken. Het zijn eigenlijk bouwstenen waarmee je zo'n pagina op dat moment op een hele simpele manier op kunt bouwen, zonder dat je daar dus bij hoeft te programmeren.
Dit is een traditioneel YouTube-kanaal, in dit geval van KLM. Wat doet nou Clipser? Kijk, Clipser transformeert eigenlijk dat kanaal waarin KLM de onderdelen naar voren laat komen die zij graag willen. De grote videoplayer erin met beeld. Op een mooie manier video's weergegeven waar je doorheen kunt klikken. Nou, zo'n pagina kan veel dieper gaan, allerlei diverse topics belichten. Op Facebook was het eigenlijk ook in het verleden slecht mogelijk om je video content die je daar had op een mooie manier te categoriseren, om daar branding rondomheen te geven. Daar hebben wij een applicatie voor ontwikkeld. Een maand of drie later, mei was het, uit mijn hoofd, kregen wij een telefoontje vanuit Mountain View, waar het hoofdkantoor van Google zit, met de vraag of wij voor YouTube, wat natuurlijk een onderdeel van Google is, een soort gelijk iets, maar dan natuurlijk net wat beter, product wilden ontwikkelen. Dan denk je wel even na van, is dit wel echt of zit iemand een dolletje met ons te maken? Wij waren de eerste partij buiten Amerika en de negen in de wereld die door Google geselecteerd zijn. Vanuit alle hoeken in de wereld komen, zelfs op een reactieve manier aanvragen naar ons toe van hele gerenommeerde partijen. En dat is zeker als je al wat langer in dit vakgebied bezig bent als het gaat om internet en communicatie, is dat waanzinnig om elke dag te mogen doen. I think I would traffic the gadget probably in the second week in January, if it's possible with Google. Mooie innovatie van het Bredaanse bedrijf Clipster. Maar er zijn meer apps die in Brabant zijn ontwikkeld en heel veel succes hebben. Kijk maar. Mijn naam is August de Vocht, ik ben 38 jaar en mijn bedrijf is No Food Wasted. Wij hebben een product ontwikkeld tegen voedselverspilling vanuit supermarkten. Daar hebben we de afgeprijsde app voor ontwikkeld. Supermarkten in Nederland gooien voor 400 miljoen euro aan producten weg. Dit zijn producten die vaak afgeprijsd in de winkel liggen, bekend van de 35% sticker. Die indexeren wij en die communiceren wij via onze app, afgeprijsd, naar de consumenten. In september 2013 viel me op dat er veel producten afgeprijsd waren die weggegooid werden. Ik zelf koop graag die producten, omdat ik vind dat het weggooien is zonde. Maar wat me opviel is dat ik het nooit van tevoren wist. En dat is eigenlijk bij mij blijven hangen van waarom communiceren ze dat nou niet van tevoren? Eigenlijk vanuit Brabant willen we doorgroeien naar Nederland. Vanuit Nederland doorgroeien naar België, Duitsland, Engeland en vandaar de rest van de wereld. En op die manier gaan we met z'n allen in de wereld voedselverspilling tegen en proberen de wereld allemaal een klein beetje beter te maken. Philips is groot geworden met licht. En toch maakten ze vorig jaar bekend de lichtdivisie te verkopen. Het bedrijf gaat zich meer richten op gezondheidstechnologie. Bij het onderzoekscentrum Philips Research worden alle nieuwe producten ontwikkeld. De afgelopen 100 jaar heeft het centrum maar liefst 130.000 patenten op zijn naam kunnen schrijven. Dat is ontzettend veel. Hans, we gaan met jou een beetje vooruitkijken. Ja. Waarom gaan jullie zo voor die specialisatie in de gezondheidstechnologie? Nou, het is al een tijd geleden dat Philips besloot om juist de stappen richting health en well-being, zoals we dat noemen, of zorg en gezondheid te stappen. Mm-hmm. Philips ziet dat de markt daar duidelijk aan toe is om een aantal nieuwe innovaties te brengen. En wat eigenlijk ook voor het bedrijf goed is om een betere marge te kunnen halen dan dat uit de verleden in de, zal ik maar zeggen, high-value electronics zoals tv te halen was. Juist. Er zijn natuurlijk heel veel veranderingen ook in de manier waarop mensen reageren in de zorg. Ja. Hè? Wat zijn nou trends? Nou, een duidelijke trend is, en dat heeft natuurlijk het internet heeft daarmee te maken, is dat mensen steeds mondiger worden. Het is niet meer dat, ik stap naar de dokter met de witte jas en die zal het beste voor mij hebben. Mensen gaan googlen, mensen gaan zoeken. En zeker als je ziekte hebt en zeker als je kanker hebt. Ze gaan steeds meer mensen gaan zelf kijken en de juiste zorg selecteren. En dat zie je dat het een duidelijke trend is. Daarnaast zie je dat een andere trend is, dat de zorg steeds specifieker voor de persoon moet worden. Het gaat niet maar over het genezen van wat werkt bij grote groepen. Nee, het gaat om wat geneest er bij jou. Wat is jouw ziekte? En zoals je weet, kanker is niet één ziekte. Het is wel 1000 verschillende. Dus je wil hebben dat de juiste behandelingsmethode optimaal voor jou werkt. En hoe helpen jullie daar, ondersteunen jullie daarbij met de apparatuur van Philips voor thuis? Nou, voor thuis is het, dat is eigenlijk een andere trend die je ziet. Je ziet eigenlijk, je moet integraal kijken naar gezond blijven eigenlijk, voordat je ziek wordt. En als je ziek wordt, hoe word je dan het beste gediagnosticeerd, behandeld, maar ook na zorg. Nou, Philips kijkt naar dat continuum of care, of de hele keten van de care. En daar probeert Philips toegevoegde waarde te geven.
En ja, je wil het liefst thuis gewoon geholpen worden. Je wil het liefst niet in het ziekenhuis. Of het ziekenhuis is het ook goed. Want het is een vrij dure plek om iemand in bed te houden. Dus we kijken naar nieuwe technologie. Die zorgt ervoor dat de patiënt thuis kan zijn. Maar toch optimale zorg krijgt vanuit het ziekenhuis en een specialist. Maar is zo'n apparaat voor thuis nou te betalen voor mensen? Nou, dat heeft te maken met businessmodellen natuurlijk die je eraan hangt. En je kan kiezen van, is dat dan iets wat een patiënt zelf kiest? Of is dat de zorgverzekeraar die daar een geeft? Of is het het ziekenhuis dat een bepaald apparaat te leen geeft voor een bepaalde periode? En een voorbeeld kan daar bijvoorbeeld zijn bij chemotherapie, wat meestal een cyclus is van 6 keer 1 maand, wat een chemotherapie-patiënt door moet komen. En dan kan je dat zeg maar tijdelijk lenen aan zo'n patiënt voor die periode. Maar wat kan een patiënt vanuit huis dan doen, zeg maar, waarvoor die anders naar het ziekenhuis zou moeten gaan? Nou, hele kleine, simpele check-ups die je normaal een arts nodig hebt. Een bloedtest bijvoorbeeld. Nu moet je bloed gaan prikken naar het ziekenhuis, moet je naar het diagnostisch centrum gaan. Er worden een aantal bloedbuisjes geprikt. En nou, wij proberen als Philips nu een apparaat te ontwikkelen waarbij je net als een glucosetest simpel met een vingerprik bloed het kan testen. Ja. Een kleine vragenlijst van hoe voel je je vandaag, wat is je temperatuur. Dat gaat dan automatisch naar de behandelende oncoloog. En die kan zien hoe de status van de patiënt is. Okay. En of die preventief misschien medicatie moet geven. Of dat de patiënt nog niet hersteld is om terug te komen. Dus dan kan hij heel veel informatie hebben om een goede zorg op afstand te geven. Okay. Een andere mooie ontwikkeling voor ziekenhuizen is de digitale pathologie. Het is echt een doorbraak in de strijd tegen kanker. Even een filmpje. Ik heb hier een glaasje met een stukje weefsel. Dat komt van een patiënt af met een vermoeden van kanker. En dat moet door naar de patholoog. Die gaat dan beoordelen of deze patiënt ook kanker heeft. Een ziekenhuis krijgt ongeveer tussen de 200.000 en 400.000 van dit soort glaasjes per jaar te verwerken. En wij hebben een apparaat gemaakt die dat kan digitaliseren. Ieder glaasje is zo groot als een dvd, ieder plaatje. En dat de patologen dat met z'n allen kunnen verwerken, ja, dat is iets wat tot nog toe niet mogelijk was op dat soort snelheden. Je kan meerdere glaasjes naast elkaar laten zien. Dat is iets wat ook onder de microscoop niet kan. Waardoor een patholoog nou kan zien, dit zijn kankercellen. En wat zie ik hier in mijn bijgevoegde glaasje? Dat deze kankercellen positief gaan reageren op een bepaalde chemokuur. Dus dit heeft meteen implicaties voor de nazorg van de patiënt, de overlevingskansen, etc. En als je dan echt hiermee verder wil, je hebt een hele moeilijke casus en de expert voor jouw casus zit bijvoorbeeld in Engeland, kan je simpelweg het scherm delen. Iets wat vroeger gewoon echt niet kon omdat je op de locatie van het glaasje moest zijn. Ongelofelijke ontwikkeling, hè? Je hebt voordelen als de logistieke belasting die wordt verlicht. Het scheelt een hoop tijd. En het is ook nog mogelijk om met collega's over de hele wereld te communiceren. Ja. Maar het traject daarna is eigenlijk nog veel interessanter, Hans. Ja, dat klopt. Hè? Dus in eerste instantie gaat het vooral over kennis delen, samenwerking en op die manier sneller de diagnose te komen. Maar de potentie wat dit heeft, dit geeft een natuurlijk ontzettend grote faal, zoals mijn collega Dirk al in de video aangaf. En stel je eens voor dat je vanuit het ziekenhuis hele archieven kan digitaliseren. Daar slimme software op loslaten komen. Die tot compleet nieuwe inzichten kunnen komen. Om tot nieuwe behandelingen en betere behandelingen methodieken te komen voor kanker. Het is alleen, hoe breng je al die informatie tot een simpel A4'tje, zou ik maar zeggen. Dat de arts de juiste beslissing kan nemen. En hoe haal je uit die juiste informatie voor hem, van al die verschillende systemen die er zijn. Hoe breng je dat samen? En ja. Ik denk dat de trend is en de belangrijkste innovatie die de arts en de zorg vooruit gaat helpen. Okay, dankjewel. Het gebeurt nog steeds. Bedrijven die een product in de markt zetten en meteen groeien als kool. Livewell in Tilburg is daar zo'n voorbeeld van. Daar zijn ze heel handig in het bedenken en bouwen van social media concepten. Livewell begon 3 jaar geleden maar liefst, met 2 man, maar telt inmiddels 20 medewerkers. Ze maken allerlei handige toeltjes en apps en gebruiken daarbij de modernste apparatuur. Bij Livewell in Tilburg zijn ze lekker bezig. Binnen 3 jaar hebben ze in 130 verschillende landen klanten. Hoe ze dat gedaan hebben, dat zien we zo. Maar ik moet de jongens eerst even laten weten dat we er zijn. Lachen, Joost. Ah, we zijn er. Hallo. Hey.
Hey. Dit is dus de LiveVol. Hier zijn jullie mee begonnen. Ja, dit is inderdaad de LiveVol tool. Hier zijn we 3,5 jaar geleden zijn we hiermee begonnen. Tijdens de Tilburgse kermis wilden we eigenlijk alle social media berichten. Wilden we eigenlijk op een unieke manier ook een beeld krijgen. Zodat je online naar offline haalt eigenlijk. En we hebben bij de studio in Tilburg zijn we daarmee begonnen. En nu is dat iets verder gegaan. Ja, iets verder. Meer dan 130 landen. Ja, meer dan 130 landen wordt het tooltje gebruikt inderdaad. Van bruiloften tot de Olympische Spelen. WK voetbal heeft het gebruikt. En ja, daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Ja, 1, 2. Ja! Hashtag omvoer. Oké, en dan share. We halen alles wat in dit geval over Omroep Brabant gezegd wordt, halen wij van Twitter af, van Instagram, Facebook, Google+, Pinterest, noem maar eigenlijk op. Komt bij ons in het systeem en we hebben 20 manieren hoe het weergegeven kan worden. Je kunt er een achtergrondje, een filmpje bij. Kijk, daar is die. En zo gaat het dus ook op festivals. Zo gaat dat echt op festivals. We waren op Solo, op Dance Valley. Hier ontstaan alle ideeën? Ja, hier ontstaan de meeste ideeën. Hier proberen we nieuwe ideeën ook meteen te testen. Zoals je achter ons ziet, hebben we hier een leuk itemtje staan. Tweetkanon wordt dit genoemd. Dat hebben we gebouwd voor een niet nader te noemen chipsmerk. Wat op verschillende festivals in Nederland gebruikt is. Mensen konden via Twitter of Instagram konden ze een berichtje sturen, zoals de LiveVol tool betaamt. Kwam je op het scherm terecht met je hoofd, je naam en welke kleur je het leukste vond. Maar wat de mensen niet wisten, dat je daarna ook die kleur door een verfballon een menigte ingeschoten. Nou, dit is volgens mij de nerdroom. Ja, dat klopt. Ja, naast dat, je hebt natuurlijk allerlei leuke dingen al gezien, maar daar zit ook heel veel techniek achter en complexe dingen. En hier wordt dat allemaal bedacht, ontwikkeld en eigenlijk het nerdgedeelte wordt hier gedaan. Ja, klopt. We hebben de Holland's Got Talent juich-app. Met die app kun je laten zien hoe hard jij thuis juicht vanavond. Als je dus hoort op tv, nou kijk mee met het tweede scherm, dan hebben jullie het gemaakt. Ja, die kans is aanwezig, ja. Klopt. Ja. Dat is wel een behoorlijke uitdaging, denk ik. Ja, zeker. Ja, we hebben dan ook veel geoefend, dus dat is, wij denken dat we daar steeds beter in zijn geworden. En het is lunchtijd. Het is lunchtijd, ja. Ja, dat wordt jullie gewoon binnengevlogen. Ja. Ja, je had het net in het begin erover, Peer, dat je zegt dat er meer bier gedronken wordt. Is dat nou ook de nieuwe goal, zeg maar, voor 2015 ook, dat die omzet omhoog moet, dat er nog meer bier weggezet moet worden? Nou, als het natuurlijk past binnen een fatsoenlijke consumptie van het product. Dan, dat ook wel. Ja, ja. Dan wel. Hè. We zijn tegen misbruik. Maar er is ook veel meer alcoholvrij bier verkocht, vooral. Oké. Okay. Dus dat is een enorme trend in onze markt. Nieuwe markt die trending is. Ja, de alcoholvrije bieren doen het heel erg goed. En, ja, wij zijn cijfers? Nou, die zijn afgelopen jaar met meer dan 30% gegroeid. Wauw. Alcoholvrije bieren. En voor jullie, hebben jullie een ultieme goal voor 2015, een doel wat behaald moet worden, Leon? Proberen meer biobased producten in de markt te krijgen en dat we ook het grote publiek ermee laten kennismaken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Inderdaad. En Hans, bij Philips? Ja, wij gaan eind dit jaar een nieuwe bloedtest die mogelijk maakt om heel snel met een vingerprik iemand kijken of hij een hartaanval heeft of niet. Wauw. En dat wordt spannend. Gaat het hard in de innovatie. Dank jullie wel allemaal hier aan tafel. We zijn er doorheen voor vandaag. Voor nu een hele goede business en Twitter natuurlijk mee met hashtag Booming Brabant. Volgende week dan zijn we er weer. Heel graag. Tot dan. Dank je wel.